Hoi, ik ben Elise en in deze video laat ik je mijn ochtendroutine zien van de dagen dat ik in de ochtend vrij ben. Dit kan in het weekend zijn of op de dagen dat ik geen afspraken in de ochtend heb of dat ik niet hoef te werken. Ik zit dan wel altijd mijn werk om 8 uur en dan word ik lekker wakker door mijn telefoon te scrollen. En als ik alles bekeken heb, stap ik mijn bed uit en ga ik naar beneden om het ontbijt klaar te maken. Vandaag ga ik voor yoghurt met muesli, een vitamine bruistablet en mijn medicijnen. Dit alles neem ik mee naar de woonkamer en daar plof ik op een heerlijke stoel neer en eet ik alles lekker op. Ondertussen bekijk ik wat blogs en klets ik wat met mijn moeder als die er is. Daarna zet ik een kopje koffie en thee om dat vervolgens in mijn werkkamer op te drinken. Ik blog graag in mijn pyjama en dat doe ik dan ook. Ik wilde vandaag foto's maken, maar omdat het weer wat grauw was, besloot ik om dat niet te doen. En ik ging aan de slag met andere artikelen. Ik bewerk wat foto's en tik de tekst van de artikelen. Nadat ik 2 artikelen heb ingepland, check ik nog even de reacties en ga ik onder de douche. Als eerste poets ik mijn tanden en daarna spring ik onder de douche. Wat ik gebruik verschilt echt per dag, maar nu gebruik ik de Kerastase shampoo, de André Long crème spoeling en Angels on Bare Skin voor mijn gezicht. En als douchegel gebruik ik die van Trace Moon. Nadat ik me heb afgedroogd en ben aangekleed, doe ik mijn deo op. En dan is het eindelijk tijd voor make-up. Vaak doe ik gewoon mijn standaard dagelijkse routine en die video kan je al zien. Dat is in ieder geval wat ik vandaag heb opgebracht en deze producten gebruik ik daar onder andere voor. Daarna ga ik aan de slag met mijn haar. Ik haal mijn handdoek van mijn hoofd en ik breng wat mousse aan. Ik borstel mijn haar door, breng een scheiding aan en dan is eigenlijk mijn haar al klaar. Ik maak ook even mijn bril schoon en ik zet die op. Ik draag elke dag een bril, dus ja, dan zie ik ook alles weer helemaal scherp. Daarna kleed ik me verder aan en dan is het alweer tijd om te gaan. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je deze video leuk vinden, doe dan een duimpje omhoog. En wie weet, als er veel duimpjes zijn, doe ik ook een ochtendroutine voor wanneer ik niet vrij ben en dus vaak gehaast ben. Mocht je dat leuk lijken, laat het dan even weten in de reactie en doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en dan zie ik je de volgende keer weer. Doeg!